dat wij filmden uit het reclameluchtschip dat de laatste tijd boven Nederland vertoeft. 19 coureurs uit 9 landen verschenen aan de startlijn. Onder hen de bekende Engelse rijder Graham Hill, die verleden jaar in Zandvoort de overwinning behaalde, en Jim Clark, de man die kort geleden de race van Francorchamps won. Het vertrek was al steeds bijzonder enerverend voor de oren. Het veld kwam voor het eerst door de Tarzanbocht met Jim Clark aan de kop, gevolgd door Graham Hill, Jack Brabham en Bruce McLaren. Over de Hunzerrug ronkten de wagens de duinen in de richting van het bos. Ook op een groot deel van dit traject filmden we de coureurs vanuit de Zeppelin. Jim Clark stormde met zulke snelheid vooruit dat hij al een flinke voorsprong had toen de wagens opnieuw langs de hoofdtribune raasden. Bruce McLaren moest al in deze tweede ronde door een kapotte versnellingsbak opgeven. Later in de race zouden Graham Hill en Jack Brabham volgen. Maar Jim Clark ging onverstoorbaar door. Achter hem streden de overgebleven renners om een goede plaats in de eindklassering. Jim Clark, die elke ronde met het constante, zeer hoge gemiddelde van ongeveer 158 km per uur reed, wist tenslotte op zijn voornaamste concurrenten 1 en op de minder gelukkige rijders zelfs 2 of meer ronden uit te lopen. Voor het publiek was daardoor op den duur alleen nog maar de strijd in de achterhoede interessant. De 27-jarige Jim Clark, die de grote prijs van Nederland dus onbedreigd won, verdiende daarmee opnieuw 9 punten voor het klassement om het wereldkampioenschap, waarin hij nu met grote voorsprong bovenaan staat.